when I was a little misbehavior. Oh, then my only worry was for Christmas, what would be my toy? Go outside. Try my brain to bring that water to your eyes. Thinking it might stop her from whipping your behind. I wish those days could come back once more. Oh, I need those days. Hey, ever had to go, and I wish those days could come back once more. To go, 'cause I love them so. Kijk, en dan het klapstuk van iedere autofeest is natuurlijk altijd het concours d'élégance. En er winnen altijd prachtige auto's, klassieke Ferraris, Alfa's, misschien eens een keer een enkele Porsche. Het is vandaag even anders gegaan. Vandaag is de winnaar geworden dit apparaat. Een Opel Astra GSI. Ja, dat hoort u goed. Een Opel. Een Opel heeft gewonnen. Hoe kan het? Hoe kan het? Maar dit is wel een hele bijzondere. Kijk, wat hier staat. Het schijnt dat die dingen altijd afgetrapt worden. Omdat die rotjongens altijd naar de Halfort gaan. Daar allemaal van die spoilers over opzetten. Deze auto is vrij origineel uit 1993. Weinig kilometers gelopen. Ik zag de winnaar. Een schat van een jongen die helemaal wegdroomt met die auto. En zijn tweede auto is een Volkswagen GTI. Daar heeft hij, oh, zo'n golfje geeft, die heeft hij ook weer wel mee. Wat moet je je voorstellen? Gewoon een beeld. Hier hebben wij een Opel. Er is nu een Opel, die heeft een concours d'élégance gewonnen. Volgens mij zijn we met iets heel nieuws bezig.